Welkom bij deze video over het wijzigen van groepen met dynamo. Ik heb hier een modelletje gemaakt waarin verschillende groepen zitten. Ik heb hier bijvoorbeeld deze groep. Nou, die komt een aantal keer voor. Als ik Select All Instance Visible in View gebruik, dan zie je dus dat die meerdere keren voorkomt. Ook zelfs dat die hier genest is in een andere groep. En hier nog een keer genest in een andere groep. Nou, normaal gesproken als je zo'n groep gaat wijzigen. Je doet edit groep en je zet dan de elevation naar boven en je gaat dat finishen. Dan is het ook in al die andere groepen ook allemaal aangepast. Nou, dat is iets wat je in Dynamo of of de Revit API is dat niet mogelijk om dat te doen. Nou, toch heb ik daar een Dynamo script voor gemaakt, een raamwerk waarmee je wel het een en ander toch voor elkaar kan krijgen. Nou, hier is het schip, een script. Aan de ene kant worden die groepen uit elkaar gehaald, aan de andere kant worden groepen weer in elkaar gezet. Hier ga ik de groep ophalen en in dit gedeelte gaat het om het object wat je wil hebben. In dit geval wil ik dus plumbing fixtures gaan ophalen. Nou, dan worden de groepen uit elkaar gehaald. Dan komen hier de elementen die niet in groepen zitten. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En hier kan ik dan de groepen gaan bewerken die wel in een groep zitten. De elementen die wel in een groep zitten. Nou, stel bijvoorbeeld elevation level wil ik op 200 mm zetten. En dat eigenlijk voor iedere groep moet dat voor ditzelfde object gebeuren. En daarna worden de elementgroepen weer in elkaar gezet. Nou, dan zal ik ze ook even gaan runnen. Dan kunnen we het resultaat gaan bekijken. Nou, dan zie je, is je alweer klaar. Nou, dan zie je dat hier keurig deze groepen. Als ik die ga selecteren, Select All Instance Visible in View. Dan zie je dus dat die keurig gewijzigd zijn. Nou, daarnet had ik ook laten zien dat die ook hier genest zat. En dat hier niet het geval is. Nou, dat is dus iets wat je met de API of en daardoor dus ook met Dynamo niet voor elkaar kan krijgen. Je kan dus alleen dus de enkele versies aanpassen. Wat kan je bijvoorbeeld wel doen? Ik heb hier nu die groep. Ga ik naar Edit Group. En dan is dit nu een andere naam geworden. Je ziet hier dat het groep 1 duplicate is. Dat is dan de naam die ik toen al zelf aangegeven heb. Nou, die kan ik wel weer terugzetten naar groep 1. Maar dan zie je dat het toch niet goed gaat. Dat die verhoging niet meeneemt. Nou, maak ik er even bijvoorbeeld een groep 2 van. Even iets heel anders. En ik zet hem daarna naar groep 1. Kijk, dan doet hij het wel. Dus blijkbaar regelt Revit in de achtergrond behoorlijk veel, waardoor je dit niet zomaar kan doen. Niet zomaar groepen kan vervangen. Nou, ga ik nu weer finishen. En dan is, als ik deze weer ga selecteren, Select All Instance, Visible in View. En dan gaan deze ook weer mee. Dus je kan wel een aantal dingen automatiseren. Maar als je dat genest, dan zal je dat toch altijd eerst even zelf daarna weer moeten aanpassen. En waarbij je dus niet zomaar van groep naar groep kan veranderen. Nou, mogelijk hebben toch, misschien heb je er toch iets aan. Geef het je toch voordeel om in ieder geval enkel geplaatste groepen, om die wel geautomatiseerd te kunnen wijzigen. Want het is natuurlijk niet deze ene groep, maar natuurlijk al die groepen waarin zo'n plumbing fixture in voorkwam, is natuurlijk aangepast. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt en graag tot een volgende video.